Josje Huisman beleeft heerlijk gelukkige dagen. De actrice en zangeres deelde belangrijke informatie op haar persoonlijke pagina. Josje Huisman is voor de tweede keer drachtig. Het meisje plaatste een foto en schreef, er is een baby onderweg. Ze zei ook dat ze in oktober zal bevallen. Meteen ging voormalig K3-lid Karen Damen haar collega feliciteren. Feliciteer Josh met het hartpictogram. Leon Tennet is de vader van de baby, die bij Josje woont. Huisman heeft een eerste zoon Kamari met ex-man Clay Giemen, van wie ze in 2021 scheiden. Leon Tennet komt uit Zwolle, hij heeft een eigen bedrijf waar hij werkt als creative director. Daarnaast maakt hij prachtige kunstwerken die hij deelt op Instagram. Het stel plaatst vaak samen foto's. Het is te zien dat ze buitengewoon mooi en erg gelukkig zijn. Proficiat aan het paar. Huisman maakte van 2009 tot 2016 deel uit van de populaire meidengroep. In die tijd bestond het trio ook uit Karen Damen en Christel Verbeke. Meteen nadat Huisman de groep verliet, voegde K3 nieuwe leden toe, waaronder momenteel de Vlaamse Hanne Verbruggen en Marten de Pellessien en Julia Bosman. Matt, Ricky, Julia Bosman.